Nou, ik heb ze toegesproken dat ik vind dat onder deze ploeg een handtekening staat. Dat hebben ze met elkaar afgedwongen. Maurice, wat is het gevoel dat overheerst? Nou, trots. Overal gewoon trots. Je bent teleurgesteld, want je bent, ondanks dat Twente een geweldig elftal heeft en een geweldige ambiance, ben je niet onderuit gespeeld, zeg maar. Het is 1-0, we hebben nog kansen gehad op de 1-1. Natuurlijk zei je ook op 2-0, maar je blijft in de wedstrijd. Dus dat is jammer, maar bovenal ben ik natuurlijk super trots op de spelers wat wij het hele seizoen op de mat hebben gebracht. En ook als ik zie tot op het laatste, we hebben hele zware weken gehad met een relatief heel klein groepje. En als ik dan zie dat ze het op het laatste erin blijven geloven, blijven knokken tot aan kramp aan toe. Dus dat maakt me super trots. Je verliest vandaag met 1-0, maar je zegt het al, er waren echt kansen zat om nog een doelpunt te maken. Ja, ik vind dat we over die twee wedstrijden gezien iets te weinig gevoetbald hebben. Veel te veel de lange bal hebben gespeeld. En op het moment dat we aan het voetballen toekwamen, nou, dan zag je dat we al meer situatie konden uitspelen. Met name Namli deed dat op het middenveld erg goed. En dan in de laatste, na de 1-0, dan gooien ze de schoon van zich af. En dan gaan ze volle bak voor de 1-1. Ja, dat levert wel een aantal grote kansen op. Een paar schotkansen, bal op de lat, bal voorlangs, een paar corners. Dus ja, dat is dan jammer dat hij niet binnenvalt. Je zegt, we hanteren heel veel, te vaak de lange bal, te vaak naar jouw zin. Hoe komt het dat je dat dan in zo'n wedstrijd of twee wedstrijden tegen Twente doet? Ja, weet ik niet. Heeft misschien ook met spanning te maken. Waarin we, vind ik, heel veel wedstrijden wel gewoon elke keer de vrije man hebben ingespeeld. Driehoekers hebben gemaakt. De zijkant afgelopen week met Sambo was ongelooflijk vrij. Hebben niet gebruikt. Nu was Namli heel vaak vrij. Durfden we weinig in te spelen. Ja, dat zal misschien met spanning te maken hebben. Maar goed, het kan ook een beetje vermoeidheid zijn. Het is een lang seizoen geweest. We zijn 20 juni begonnen. Het is nu 11 juni. Dus het is bijna 12 maanden volle bak. Het was warm. Dus op een gegeven moment gaat ook de nauwkeurigheid daar wel uit. Waar ben je nou het meest trots op in dit seizoen? Nou ja, dat we Sparta op de kaart hebben gezet met de manier van voetballen die het publiek heel erg kan waarderen. Als je ziet dat het stadion elke week tot op de laatste plek is uitverkocht. We probeerden het in het voetballen te zoeken. We hebben elke week voor de overwinning gespeeld. Uit en thuis. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar we hebben wel heel veel punten gehaald en denk ik heel veel goede wedstrijden gespeeld. En dat maakt me wel trots, ja. Zorg je er dan uiteindelijk voor dat het weer zo'n seizoen kan worden bij Sparta? Want ja, mensen weten nu hoe jullie inderdaad willen spelen, wat we van Sparta kunnen verwachten. Hoe zorg je dat volgend seizoen weer doorgetrokken wordt? Ja, je zou gewoon nog beter voor de dag moeten komen dan dit jaar. En dat kan. We hebben goede spelers. Ik verwacht ook niet dat het een hele grote leegloop gaat worden. En mochten de spelers weggaan, hebben we de alternatief al klaar. En je gaat dan gewoon weer je speelwijze doorontwikkelen. En daar ben ik niet bang voor dat niet gaat lukken. Gaat het moment van de teleurstelling van nu plaatsmaken inderdaad voor de overheersende trots? Nou, dat is bij mij al altijd vrij snel. Want ik kan dat heel snel van me afzetten. Het was echt heel erg jammer. Maar dan zie ik de gezichten in de kleedkamer. Dan zie ik de saamhorigheid in de kleedkamer. En dan is het wat het is. Het is geen schande om van dit Twente te verliezen. Wat gewoon een heel sterk seizoen heeft, zeker thuis. Maar als je dan ziet hoe wij ons vandaag verweerd hebben tegen dit Twente, dan... Ja, prima joh. Als je dan in die kleedkamer komt, wat zeg je dan ook tegen die jongens als je inderdaad die teleurstelling ziet? Nou, ik heb ze toegesproken dat ik vind dat onder deze ploeg een handtekening staat. Dat hebben ze met elkaar afgedwongen. We hebben het fantastisch gedaan. Het is heel hecht geworden na de bijna degradatie van vorig jaar. De spelers hebben zich ontwikkeld. Hè. We zijn in de winterstop ook nog een van onze beste spelers aan AZ kwijtgeraakt. En we hebben dat gewoon goed opgepakt. Dus dat heb ik gezegd. En dat ze bovenal even mogen teleurgesteld mogen zijn. Maar we hebben dadelijk een afscheid. En dan moeten we met elkaar weer wat drinken en genieten van dit mooie seizoen. Want teleurstelling mag, maar je moet het ook proberen aan de kant te zetten. Want je mag heel erg trots zijn. Is dat besef er ook inderdaad dat je 13 maanden geleden inderdaad de keukenkampioen divisie die halte nog net voorbij kon rijden en dat je nu op een haartje naar Europees voetbal mist? Ja, dat is er wel bij iedereen. Maar weet je... Dat besef, dat is er wel, maar dat is wat ik eigenlijk probeer te zeggen eigenlijk al een half jaar. Dat ik denk dat vanuit de situatie waaraan wij vorig jaar zijn gekomen, hè, van de 18e plek doorgestoten naar de zesde plek met zoveel punten. Nou, ik denk dat die jongens verdienen het om over 10 jaar nog benoemd te worden.